Hallo, ik ben Droika, interieurarchitect en welkom in mijn appartement. Jannik en ik waren al een tijdje op zoek naar een geschikte woning. We kwamen alle twee van thuis. We waren 25, maar we wilden absoluut niet huren. Dus we zijn echt wel een tijdje op zoek geweest. En uiteindelijk is deze nieuwbouw dan op ons pad gekomen. En we hebben die eigenlijk volledig casco gekocht dan. En dan zijn wij van een leeg blad papier eigenlijk aan de slag gegaan. Dit appartement is maar 75 vierkante meter. Dus elke vierkante meter is belangrijk. In het origineel plan waren er heel veel vierkante meters die verloren gingen aan gang. En was de keuken ook enorm klein en allesbehalve optimaal. Dus vandaar zijn we eigenlijk gewoon helemaal opnieuw begonnen en hebben we ervoor gezorgd dat de badkamer en slaapkamer geïntegreerd is. En zo hebben we eigenlijk heel veel vierkante meters gewonnen op een heel kleine plek. Het appartement zelf was 219.000 euro exclusief BTW. Maar dat was eigenlijk met een standaard keuken en standaard badkamer allemaal inbegrepen. Dus dat waren eigenlijk hele lage afwerkingsbudgetten. Die hebben we er allemaal uitgehaald. En we hebben vooral geïnvesteerd in onze keuken en in onze badkamer. Qua meerwerken zaten wij ongeveer aan een 30.000, 35.000 euro. Wat eigenlijk heel goed meeviel, want via mijn connecties hebben we alles wel aan een betere prijs kunnen krijgen. De keuze van de materialen in het appartement zijn eigenlijk een compromis tussen betaalbaar enerzijds en duurzaam en luxueuze materialen anderzijds. De keuken zelf is eigenlijk redelijk standaard, een witte keuken. Ik denk dat 90% van de Vlamingen wel een witte keuken in huis wilt. We hebben gekozen om de keuken op te waarderen met een marmeren achterwand. En ook de details waren voor mij heel belangrijk, zoals een marmeren stopcontact. Daar maakt echt het verschil. Vooral opbergruimte was heel belangrijk voor mij. Voldoende kasten, maar ook bepaalde niches creëren waar we onze kookboeken kunnen zetten. Onze koffie zit. De witte fronten zijn gemaakt van laminaat. In totaal was de keuken zelf 11.000 euro, exclusief BTW. En dan de marmeren wand was ongeveer 2.000 euro, maar die maakt echt wel het geheel volledig af. Onze badkamer is geïntegreerd in onze slaapkamer. We wilden echt een beetje een hotelgevoel creëren. Wat ik belangrijk vond, is dat we toch met enkele eyecatchers zouden werken. Dus voor mij was het kraanwerk het absoluut belangrijkste. Daar hebben we gekozen voor matzwarte kranen van Vola. Deze hadden wel een prijskaartje, maar ze zijn het volledig waard. En we hebben dan gekozen om te werken met een marmerimitatie, omdat dat dan de kostprijs toch een beetje meer in evenwicht brengt. En het maatwerkmeubel is uitgevoerd in Corian. Heel wit, heel strak, waardoor ook zo die zwarte accenten meer tot z'n recht komen. Onze badkamer heeft in totaal ongeveer een 8.000 euro gekost. Als interieurarchitect heb ik wel de nodige kennis over de bouwkost. Daardoor zijn we eigenlijk redelijk binnen ons budget gebleven. Het meest iconische stuk in mijn interieur, dat is de Shell Chair van Hans Wegner. Ik hou heel lang een echte eyecatcher in het interieur. De combinatie van materialen, het walnoot en de koevacht vind ik echt enorm leuk. En het was solde, 50%. Normaal kost zo'n stoel 3.200 euro en wij hebben hem op de kop kunnen tikken voor 1.600. Dus we hebben daar echt een hele goede deal gedaan. Waar ik persoonlijk wel trots op ben, is dat je eigenlijk van heel weinig toch iets uniek en luxueus kan maken. Zo heb ik een IKEA-kastje geüpdate met een marmeren werkblad. Hierdoor heb je eigenlijk een heel luxueuze uitstraling. Het kastje zelf kost minder dan 300 euro. En dan met het marmeren blad erop heb je echt een heel high-end tv-meubel. Mijn favoriete plek in dit appartement is eigenlijk de leefruimte. Ik werk altijd vanuit de zetel of van aan de tafel. Ook al heb ik een bureau ingericht, gewoon hier in de leefruimte is er enorm veel licht. En dat is iets waar ik heel veel waarde aan hecht. Mijn interieurstijl is vooral strak, minimalistisch, maar toch met de nodige warme accenten en de nodige persoonlijkheid. Ik vind persoonlijkheid in een interieur echt heel belangrijk. Ik zie het terug in heel veel souvenirs die ik meeneem van over heel de wereld. En daardoor heb je eigenlijk een uniek verhaal achter elk klein detail. Een tip die ik zeker zou willen meegeven, is dat niet alles heel duur hoeft te zijn. Mijn slaapkamer is ook gewoon maar van IKEA. En ook mijn tv-meubel is van IKEA en heb ik heel leuk opgewaardeerd.
Ik nodig jullie dan gewoon uit om heel creatief te zijn. En met een beperkt budget kan je ook heel leuke dingen doen.